zijn allemaal heel jaloers. Ja, we willen hier ook wonen. Helemaal een leuk te kijken naar Kampioen. Ik ben vandaag op het paardenevenement Equidee. Daar ben ik ieder jaar eigenlijk wel. Twee keer in het jaar zelfs, want ze hebben twee edities. Vandaag ben ik samen met Rugama. Die staat nu achter de camera om mij vandaag te helpen. Ik ga van allerlei dingen filmen en ik ga jullie meenemen weer op deze dag. En ik ben met jou. Dus ja, dan ben je blij. Oh, ik ga presenteren. Ja. Nou, dit is Equidee, het paardvriendelijkste evenement. Wat ga jij kopen? Een hekkenmoor. En waarom een hekkenmoor? Omdat het toch iets meer verbinding geeft. Maar toch iets even terughalen dan de cycle hebben. Het zijn allebei bitloze hoofdstellen. Ja. En je hebt ook echt deze, die zijn wat zwaarder. Dus dan trek je er wat meer om en dan steeds wat liever. Hier heb je een kleine hefboom. Als je dat niet nodig hebt, dan kan je het gewoon hier. En dan heb je dat dus minder. Wat heb je gevonden? Een weer eentje. Alleen een andere hefboom. Ik heb ook twijfel, jongens. Einde van de dag komen jullie erachter welke ik gekozen heb. Dan kan ik een flesje doen als ik ga buiten rijden. Thank you.
happy? Ja. Dat hoef je nooit zou vragen. Wil je er twee? Ik ben Louise. Hi. Hi. Wat moet ik nog meer zeggen? Niks. Niks? Oké. Okay. En mij is heel lief. Ik ben Cecile van Pyramid Horsemanship. Bij mij kan je terecht met al je gedragsproblemen, grondwerklessen, betere band met je paard, herstarten van probleempaarden, schiktrainingen, noem het maar op. Ik ben nu bezig met ontwikkelen van flow training en dat is gebaseerd op Freedom Based Training van Elsa Sinclair. Zij heeft een hele gave documentaire Taming Wild, waarbij ze in een jaar tijd een Mustang gaat trainen. Zonder ook maar iets van materialen te gebruiken, ook geen voerbeloningen, geen hekken, eigenlijk alleen maar het terrein van haar ranch. En ja, gewoon pure paardenlichaamstaal. Dus dat is heel inspirerend, dus daar probeer ik nu ook eigenlijk mee te gaan werken. Heel leuk. Ik zie hier meer show-elementen en in de andere editie waren meer echt paarden die ook problemen hadden die dan geholpen werden in de ring. Dus daar was meer ruimte voor op de vorige editie. Ja, dit is ook mooi om te zien, het is maar net wat je vorige keer heet. Ja, we gaan de laatste show sowieso verder leiden, waar we naartoe gaan, of wie de leidt. En daarvoor zit nog iets anders, maar ik ben het gewoon vergeten. Oké, we gaan het zien. We gaan het zien. Waar zijn we?
In een huisje. In wat voor huisje? In een bos. Huh? Een heel mooi huisje. Ik snap het niet. We waren net nog op Equidee. In de heivlinder. In de heivlinder? Wat is er leuk. Gebeurd? Leg het uit. Nou, lieve Marion heeft een huisje gekocht en nu kunnen wij heel even hier zijn. We zijn in een huisje met taart. Taart! Oh. Heel lekker. Hij ziet er niet meer zo goed uit, maar hij is heel lekker. Maar goed, waar zijn we dus? In een huisje. In het bos in Ermelo, vlakbij Equidee. Het heet de heivlinder. Ja, het gaat opwarmen. En het paard van Marion staat hier dus ook. Ja, in de mooiste stal. Die staat gewoon echt, echt letterlijk hoe ver lopen, zeg maar, daar. Ja. We zijn allemaal heel jaloers. Ja. We willen hier ook wonen. Dit is zeg maar de droom van ieder paardenmens, om zo'n huis te hebben. Ja. En dan naar het paard kunnen lopen. Precies, en dan gewoon in het bos kunnen rijden. Nee, maar ja. Ja. Dus Rug, je moet nog iets vertellen. Oh ja, over de hekmoor. De hekmoor. Ik ga de hekmoor met die ronde schijven nemen. Want dat vind ik zelf iets rustiger dan een hele wat zwaardere. En dan kan ik gewoon, als Indy dan echt er vandoor wil gaan, even rustig ophouding maken. En dan is ze zo weer bij me terug. Dus die ga ik nemen. Het was echt een hele supergezellige dag. Vooral omdat wij een jaar vriendin zijn. Vorig jaar Equidee hebben we net elkaar ontmoet. Ja, en dit jaar hebben we lekker gezellig samen rondgelopen. En in een jaar is er heel veel veranderd. Heel erg veel, ja. Ja. Ja, ik heb heel veel leuke dingen gezien. Lieve mensen gesproken. Ja. Het was echt een hele dag. Het was echt een hele gezellige leuke dag. Ja. Dus tot najaar Equidee. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. We gaan misschien vast wel eerder weer terug hoor dan najaar Equidee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hadden dus vandaag nog Cecile en Louise mee. Die staan nu lekker salade te maken. En we sluiten hier lekker af. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En dat jullie de volgende keer weer gaan kijken. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doeg! Hekmoor. Ja, heel goed. Hoor je dat Rug het eigen salade helemaal speciaal voor jou? Ik ben allergisch voor groen. Oh ja. Uitslag van. Ja. Ja, word ik groen. Wacht even, heel dramatisch eindshot. Slaap lekker. Dank je. Volgens mij is het nou precies goed.